Kom maar. Dus dit is de heilige plek, hè, zoals je het al noemde. Op het moment dat Jeroen Krabbé en Rutger Hauer op de grote motoren de hoek omkwamen, kwamen gelijk de Messerschmitts over. Dat werd dus een hele gecompliceerde scène. Dan begint eigenlijk de oorlog, paniek. Iedereen rent en springt uit de auto's. Alle figuranten die vluchten naar de zijkanten. Helemaal zo van... Die motorfietsen kwamen zo de hoek om. En dan moest dat gebeuren als ze hun vliegtuigen aan hoorden komen. Dat die vliegtuig, iedereen was zo gespannen. En overal stonden mensen met walkie-talkies. En Paul stond op het dak van het stadhuis daar. De twee motoren moesten... Oh nee, er was een motor viel uit, steeds geloof. Nou ja, dat was natuurlijk een hysterie ten top. En ik hoorde de vliegtuig. Ik zag ze ook aankomen. En we startten de motoren en we gingen rijden. En na 1 meter hield mijn motor ermee op. Het was niet eens mijn schuld. Ik kon hartstikke goed motorrijden. Ik had zelfs motorrijden geleerd op dat ding. Speciaal voor de film. Een geestig apparaat is dit, hè? Nou, dat was een erg grote ramp, want er was maar toestemming voor een paar keer dat die vliegtuigen over mochten komen. Dus er kwamen allemaal mensen op mijn motor af en sleutelen en met spuiten en gedoe. En ze kregen weer aan de praat. En toen zeiden ze, hou nou aan. En de vliegtuig kwam en verdomd, hij doet het. 3 meter. En toen hield hij weer op. Wat we toen van het dak hoorden, dat zal ik niet meer vertellen. Zo. En het werd overal stil. Half Den Haag viel stil. Want Paul stond te gillen. Hij was buiten zin.